En zoals dat dan gaat in ontwikkelprocessen, de ene keer gaat het vloeiend, vanzelf. En de andere keer dan gaat het met frustratie en allerlei gedoe. Ik zit zo voor de camera en omdat de camera in de selfie-stand staat, zie ik dit in spiegelbeeld, de cijfers in spiegelbeeld. Dus ik dacht, nou ja, dan zien jullie als kijker dat ook in spiegelbeeld. Dus, oplossing gevonden. Ik druk het enneagram af in spiegelbeeld. En nu zie ik het goed en jij ziet het in spiegelbeeld. En dan ben je dus zo met uitvinden hoe je iets in spiegelbeeld afdrukt, ben je zo een half uur of een uur verder. Zo gaat het, so be it, weet je, soms zit het mee en soms zit het tegen. We kunnen er alleen maar om lachen in dit geval, soms zijn er dingen minder op te lachen. Ik ga mijn vlog niet meer anders maken, want ik heb besloten dat perfectie is zoals het in dat moment is. Er valt altijd wat te verbeteren, maar de vraag is of dat goed is. Dus ik kijk nu met een glimlach naar mijn vlog en de cijfers die in spiegelbeeld staan. Ik hoop dat jij er ook lol aan kunt hebben en vandaag een dag tegemoet ziet met heel veel grappen en gollen. Dus heb het gezellig met elkaar.